oude harmonie in IJsden en die speelde prachtig. De Koninklijke Oude Harmonie van IJsden heeft een reputatie hoog te houden. En dat maakt de dag van de concertwedstrijd extra spannend. Vanmorgen om 8 uur wakker geworden, opgestaan, ontbeten, uniform aangetrokken en ben om 10 uur naar de harmoniezaal gelopen. Om slagwerk te controleren, om te kijken of alles in orde was, of alles goed stemde, of alles bij elkaar hadden. De wagen ingelaaien, gezamenlijk bij elkaar gezeten, even een kop koffie gedronken, met elkaar even wat gedacht gewisseld wat er vandaag gaat gebeuren. En toen hier naartoe gereden met de bus. En nu zitten mijn collega's zich in te spelen. En wij moeten even wachten nog. En terwijl dirigent Essers tijdens het inspelen de laatste puntjes op de i zet en zijn zenuwen in bedwang probeert te houden, ijsberen de fans in de foyer. Spanning? Ontzettend, ja. Eigenlijk begint die nu pas te komen. Een spanning waarbij ik eigenlijk het liefste niks zeg. En gewoon blijf zitten en mensen het werk laten doen. Maar ik merk aan de mensen dat de spanning er ook is. Stipt om 4:30 is het dan eindelijk de beurt aan de Koninklijke Oude Harmonie van IJsden. Zij brengen 3 stukken ten gehore. Een inspeelwerk, een verplicht werk en tot slot het vrije keuzewerk. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het niet. We hebben vol overgave gespeeld, dus we moeten afwachten. Ja. En dan is het opnieuw wachten. Wachten tot de jury de punten heeft geteld en de winnaar bekendmaakt. Niet normaal, echt meer dan dat hadden gedacht, denk ik. Ja, was het helemaal onverwachts? Ja, ik weet niet, we hadden wel gehoopt boven de 90, maar ja, dat geloof ik vorige keer dat we dat ook dachten, maar toen was het helemaal verkeerd uitgevallen. Ja, als je dan toch 92 hebt, dat is wel echt heel veel. En ja, ik denk dat iedereen wel echt heel, heel erg blij is. Meer dan we gehoopt hadden. 92, eerste met blof, daar gingen we voor. Heerlijk, ach, dat is een ontlading. Zalig, als ik naar al die mensen kijk, naar die blije gezichten, daar hebben we hard voor gewerkt. Mag ik hem zien? Zegt u? Ja. Dit is onze derde. Heerlijk. Echt waar. Daar zijn we zo blij mee. Gefeliciteerd. Dank u wel. Het barst van de...